Het zal altijd moeite kosten, maar het wordt makkelijker. Roger Wagemans van de buurtpreventie heeft woensdagmiddag een afvalkar gekregen van de gemeente. Hij loopt elke dag door de wijken om zwerfafval op te ruimen. Je hebt natuurlijk ook andere organisaties die de straten schoonhouden, waarvoor veel respect. Want er ligt zoveel afval op straat. Je krijgt het bijna niet meer weggewerkt en je ruimt het voor me op en achter je dwarrelt het weer neer. Vandaar dat we van de gemeente een geweldige afvalkar hebben gekregen, wat ons werk gaat vermakkelijken. Nu hoeft de buurtpreventie namelijk niet meer met zware zakken te slepen om heel Krabbenhof schoon te maken. We lopen aan elke grens binnen het gebied van Krabbenhof. Want dan hoeven we dus niet meer iedere keer met 3-4 vuilniszakken te gaan sjouwen. Op plekken waar geen containers zijn, want op een gegeven moment wordt het ook hartstikke zwaar. En zeker de hoeveelheid als je die open gescheurde zakken bij containers hebt. Er zit ook voedsel, etenswaar bij. En dat wil ik zo snel mogelijk van de straat af. En dat kan alleen maar met behulp van zo'n geweldige kar. Bovendien wordt in de kar het afval gelijk gescheiden, wat nog beter voor het milieu is.